Ik ben Fabien van Zeven en ik ben eigenlijk meubelontwerper, maar ik ontwerp ook handtassen. Dit gebouw dicteert een beetje hoe de meubelen er gaan uitzien. Ik probeer daar zelf nog altijd zoveel mogelijk zeggenschap in te hebben, maar als ik het niet in de lift krijg, krijg ik het niet op mijn appartement. Een schoon voorbeeld daarvan is deze tafel hier. Dat is zo ongeveer het maximum van tafel met vaste poten dat je in de lift krijgt. In dit geval is het eigenlijk extreem, maar meubelen ontwerpen is eigenlijk altijd werken binnen een stramien van heel veel compromis. Je hebt de wetmatigheden van de ergonomie, een stoel heeft die hoogte, een tafel heeft die hoogte, je hebt die zithouding en weet ik veel. Je hebt de wetmatigheden van materialen. Je kan niet met alle materialen doen wat je wilt, dus je moet dat ook een beetje volgen. En in dit geval heb je dan nog de wetmatigheden van het gebouw erbij. Die tafel die is vormelijk bepaald door de lift, maar voor de rest is dat een systeem dat ik heb uitgevonden. Dat heeft een lederen bekleding die bestaat uit puzzelstukken. Die puzzelstukken zijn gemaakt uit alle overschotten die ik had van leder. Eén puzzelstukje kan gebruikt worden om een wijnglas op te zetten. Vier tezamen worden een onderlegger voor een pan op te zetten. 12 tezamen worden een placemat. Maar dan dacht ik, waarom zou ik er dan niet eens een volledige tafel mee maken? En dus dan is dit geworden. Het leuke ervan is van een gebruiksvoorwerp te maken, dat je eigenlijk heb je ook nog een beetje een sociale controle. Als je het niet gebruikt, dan is het mislukt. Daarom vind ik dat een stoel die niet goed zit, die hoort op de vuilbak. Soms zeg ik wel eens in een boutade, als het tot niets dient, dan is het kunst. Dus ik probeer dingen te maken die werken. I gamble on your love, baby, and got a losing hand. Ik geloof niet in het maken van een perfect interieur. Een interieur is iets dat moet groeien en daarin zijn natuurlijk meubelen ook een van de elementen. Meubelen kunnen veranderd worden, dus je kan andere dingen plaatsen. En een interieur kan nooit onmiddellijk goed zijn. Je moet daarin leven, je moet daar van alles in doen en soms moet je dingen veranderen. Zoals ik die normaal gezien totaal inrichtingen zou moeten kunnen maken, zal nadat ik iets gemaakt heb altijd nog dingen veranderen, omdat dan uiteindelijk blijkt dat sommige dingen beter werken en andere dingen minder werken. Ik vind het leuk dat niet altijd alles een compleet voor elkaar gemaakt is. Dat dingen ook een beetje communiceren met elkaar, ook een beetje vechten met elkaar soms. Dat zijn elementen die in het leven zitten en die ook in uw interieur moeten zitten. I know you didn't care, but I love you just the same. Een interieur moet leven en de stukken die daarin zijn elementen uit je leven die kunnen van 23 jaar tot heel recent zijn. Die kunnen uit verschillende materialen bestaan, die kunnen ook uit verschillende omgevingen komen. Ik vind het belangrijk dat die dingen, al die elementen die ergens bepaalden wat je leven is, dat die ook ergens in je interieur voorkomt. En daarom vind ik het ook zo moeilijk om voor mensen een interieur te maken. Ik ga een aantal basisstukken geven en voor de rest moeten mensen dat zelf invullen. Ik ben niet iemand die gaat zeggen, en de gordijnen moeten dit zijn en de kleuren van de muren moeten dit zijn. Mensen moeten zelf dingen doen, anders wordt een interieur nooit goed. I gamble on your love, baby.